Voor een goede beleving van de rechtsstaat zullen een aantal wettelijke regelingen in Suriname herzien moeten worden. Dit verklaarde Iwan Rasoelbaks, president van het Hof van Justitie, woensdag tijdens de beëdiging van 5 nieuwe advocaten. De jurist zegt dat er ook geheel nieuwe regelingen door de staat moeten worden ontworpen. En ik noem enkele ervan. En deze zijn al in proces voor een groot deel en een aantal zijn nog op de tekentafel. En het proces van goedkeuring is bij de formele wetgever en de formele wetgever is de regering en het parlement. Dat is de formele wetgever. De materiële wetgever is de regering met staatsbesluit. Dat proces duurt even, maar het komt eraan. De rechtsgeleerde is verheugd over de behandeling van het nieuw burgerlijk wetboek in de Nationale Assemblee op 30 juli. De behandeling door het parlement heeft hoop en zekerheid. Dat geeft aan dat het parlement serieus is met dit onderwerp voor de samenleving. Zoals u weet, het wetboek is al een tijdje verouderd, vanaf 1936 meen ik, of zelfs daarvoor. Maar in elk geval is dit een bijzondere, is een magnifieke taak die het parlement zich zal, die toebedeeld is aan het parlement en waar het parlement mee zal gaan werken intern om te komen tot de vaststelling van het nieuw burgerlijk wetboek en wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De behandeling van de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden is volgens Rasoelbaks ook van eminent belang voor de bescherming van de rechtsstaat. Hij verduidelijkt dat ook aan deze wet aandacht besteed zal moeten worden. Dit geldt ook voor de belastingrechtspraak en andere wetsproducten.